Hoi, welkom in de video waarin we gaan kijken naar PowerPoints in teamsvergaderingen. Daar krijg ik best veel vragen over. En de twee meest gestelde vragen is, en dat is naar aanleiding van de handopsteken functionaliteit. Ik ben een presentatie aan het geven met PowerPoint in Teams en ik zie niet wie de hand heeft opgestoken. En dat is een van de problemen. En de andere is, ik kan de presentatorweergave niet gebruiken. Beide kan wel. Je moet het alleen weten hoe. Er zijn drie methodes om een PowerPoint te delen. Drie methodes. Ik adviseer echt om de hele video af te kijken. Want bij elke methode die heeft zijn eigen voor- en nadelen. Dus kijk hem alsjeblieft af. Want daar kun je daarna zelf bepalen welke methode voor jou het beste is. Alvast even een tip. En dan gaan we nu kijken hoe dat werkt in Teams. Nou, ik open mijn Teams omgeving en ik ben één klik verwijderd van deelnemen in de vergadering. Dat doe ik nu en je zal ook zien dat collega Max, die zit hier al in. Nou, ik wil een presentatie gaan geven. Ik doe de delen knop en nu heb ik hier de optie om mijn bureaublad te delen. Dat is methode 1. Die laat ik je nu zien. En vervolgens kan ik hier mijn PowerPoint openen. En die kan ik, deze zit er altijd even voor, die kan ik hier minimaliseren en kan ik hier de diavoorstelling openen. Dus nu ziet iedereen mijn PowerPoint presentatie. Ja, die rode kader hieromheen, die geeft aan wat ik aan het uitzenden ben. Nou, ik zie nu dus niet, op het moment dat iemand een handje heeft opgestoken, zie ik dat niet. Want ik zit nou niet echt in mijn Teams omgeving, terwijl het wel in de Teams vergadering wordt uitgezonden. Wat ik wel kan doen, is hier de rechter muisknop en dan weergave voor presentator. Nou, ik heb twee schermen, dus bij mij komt hij nu op het tweede scherm terecht. Ik zal hem eventjes op één scherm zetten, dat is dit dus. Dus heb jij maar één scherm, dan kun je dus geen presentatorweergave gaan gebruiken, want dit is ook wat iedereen ziet, want het zit in dat rode kader. Dus met één scherm PowerPoints presenteren, dat werkt niet op deze manier met de presentatorweergave. Ja, dus je ziet de handjes niet. Je kan wel de presentatorweergave gebruiken, maar die presentatorweergave kun je alleen goed gebruiken op het moment dat je met twee schermen zit. Ja? Nou, die klik ik eventjes weg. Dan ga ik ook eventjes, moet ik eventjes terug naar mijn Teams-omgeving. Dat is die. Ga ik het delen stoppen. Nou, ik ben nou niks meer aan het delen. Gaan we kijken naar de tweede optie. Ik klik weer op die delen en ga hier in die PowerPoint kolom ga ik een PowerPoint delen met iedereen. Het voordeel van op deze manier is dat het bijna geen bandbreedte gebruikt. Veel minder als dat je je hele scherm zou delen. Dus het kans op haperingen in je vergadering is minimaal op deze manier. Nou, dit is dus wat de mensen nu zien. Ik kan hier nu dus wel de deelnemerslijst weergeven. Dat is dit. En als iemand nou het handje zou opsteken, dan zie ik dat gewoon. Dus ik heb hier het voordeel dat ik een presentatie kan geven en kan zien wie de deelnemers zijn. Ik kan hier ook de microfoons bijvoorbeeld uit en aanzetten bij hun. En ik kan zien wie de hand heeft opgestoken. Dus interactie met je publiek is nu mogelijk. Ik kan nu niet de rechtermuisknop en de presentatorweergave. Dus op deze manier presentatorweergave is niet mogelijk. Ja? Nou, gaan we ook deze presentatie even stoppen. En deze hebben ze ook. Hè. Mensen kunnen hier nu door de vergadering of door de slides heen bladeren. Dat kunnen ze met optie 1 kunnen ze dat niet. Kan ik hier ook uitzetten. Dus hou er ook even rekening mee. Nou, ik ga hem stoppen. En vervolgens ga ik naar de derde optie. Ik ga weer naar die delen optie. En ik heb hier ook vensters. En een van die vensters is PowerPoint. Ja, dus ik heb hier PowerPoint. Ik heb hier ook die diavoorstelling trouwens. Laat ik eerst even naar de PowerPoint gaan. Nou, dit is nu het venster wat vervolgens uitgezonden gaat worden. Ik kan hier ook nog eens een keertje op deze klikken. Nou blijft de PowerPoint uitgezonden worden. En dat zien jullie niet, maar ik heb hier een mobiel naast me liggen. En ik zal het eventjes laten zien in de camera. Dus de mensen zitten nu dus gewoon in de presentatie, terwijl ik dit zie. Ik kan zien wie de hand heeft opgestoken en ook de deelnemerslijst. En ik kan ervoor kiezen om in dit scherm te kiezen voor de rechtermuisknop. En nogmaals, dit ziet niemand nu.
Weergave voor presentator tonen. Komt weer op mijn tweede scherm en die zal ik weer eventjes hier naartoe halen. Zodat je ziet wat ik aan het doen ben. En als je maar één scherm hebt, is dit ook jouw situatie. Ik heb hier nu dus die presentatorweergave. Hierachter wordt mijn venster gedeeld. En omdat de presentatorweergave niet onderdeel is van het venster, en dan zal ik weer even mijn mobiel laten zien, ziet de deelnemer nog steeds alleen maar de presentatie. Ja, dus in mijn beleving is dit de beste methode als jij presentatorweergave wil gebruiken en je wil zien wie die handjes, als ik hierop klik, dan kom ik weer hierin. Nogmaals, de mensen zien nu alleen de presentatie en ik kan hier die handjes zien. Dus dit is het beste van beide werelden, denk ik, op deze manier. Nou, heb jij nog eens een keertje dat je geluid wil gaan delen? Ga ik er eventjes naar deze. Kan ik hierboven dat, ik ga mijn muis naar boven. Heb jij geluid in je presentatie? Is hier een nieuwe knop. Die is recentelijk toegevoegd. Systeem audio delen staat standaard uit. Die kan ik hier ook aanzetten. Dan moest ik voorheen, toen ik dit knopje nog niet had, van tevoren bepalen. Via, dan ga ik eventjes het delen stoppen. Dan ga ik weer opnieuw delen. Ik moest normaal gesproken vooraf bepalen of ik systeem audio wilde delen. Als ik die niet aan had gezet en ik zat wel in mijn presentatie, kon ik hem niet alsnog aanzetten. Nou, dat kan nu dus wel als je met vensters gaat presenteren. Nou, ja, dat was eigenlijk denk ik best wel weer veel. Drie methodes, maar ik hoop wel dat je per methode nu een duidelijk beeld hebt wat er wel en niet kan. Nou, verzend dit soort video's voor jou interessant. Abonneer je alsjeblieft op dit kanaal. En geef die like, hè. Dat geeft mij voldoende motivatie om ook weer na te denken over een volgende video. Bedankt je voor nu voor het kijken naar deze en ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!